altijd al graag tegen je huis willen kunnen praten, of dat je huis tegen jou gaat praten. Ik heb het voor elkaar gekregen met Alexa devices, zowel de Echo Dot als de Echo Show met een schermpje, die vervolgens via Node-RED gaat werken om lampen aan te kunnen sturen, zodat ik tegen Alexa kan zeggen: Alexa, turn on lights, turn off lights, of een specifieke turn on office. En direct in Home Assistant geïntegreerd is, waardoor ik die lampen kan aansturen, maar ook Alexa kan laten praten tegen mij op bepaalde momenten. In deze video laat ik jullie zien hoe je dit allemaal kan doen zonder te hoeven betalen. Dus zonder naar Bukasa, oftewel de betaalde service van Home Assistant, maar hoe je dat allemaal zelf kan opzetten. Let's go! Wat is nou de allermakkelijkste manier om dit voor elkaar te krijgen? Naar Bukasa. Nabucasa is de cloud oplossing van Home Assistant. En via Nabucasa kun jij integratie met allerlei devices vanzelf voor elkaar krijgen. Zonder dat je daar heel veel moeite voor hoeft te doen. Nabucasa kost wel voor Europa 7,5 euro per maand of 75 euro per jaar. Op zich niet heel erg veel, maar ik wilde het gewoon graag al zelf opzetten. In een van mijn eerdere video's heb ik ook laten zien hoe jij vanuit elke locatie bij Home Assistant kan komen. Daarvoor moesten we ook weer allerlei services installeren, etc. Was een beetje complex misschien. Dat lost Nabucasa ook voor je op. Dus dat is wel extra voordeel. Hier zie je bij de configuratie de verschillende manieren van integratie. Dus het is ook geschikt van Google Assistant. In mijn geval Alexa. En als je Nabucasa zou gebruiken, dan heb je in één keer dat je al je devices worden exposed, oftewel beschikbaar worden gesteld aan Alexa. Waardoor je vanuit Alexa ineens al je devices aan kan. En waardoor je ook je text-to-speech, oftewel Alexa, kan laten praten. Veruit het makkelijkste. Maar waarom zouden we nog een abonnement nemen als het niet nodig is? Om dit werken te krijgen moet je dus twee soorten integratie doen. De eerste integratie die ik laat zien is hoe jij Alexa kan gebruiken om in jouw Home Assistant hem te kunnen gebruiken als een media player. Zoals je hier ziet, ik heb hier een Echo Show, ik heb hier een Dot. Die kan ik gebruiken om muziek op af te spelen en om te controleren. Maar wat ik ook kan, in automatiseringen hem laten spreken. Zoals hier in een van mijn automatiseringen heb ik staan sturen notificatie met TTS, Text to Speech, met de volgende tekst. Nou, als ik die afspeel, dan hoor je dus: Alert, Denai is coming home. Nou, schitterend. Zo weet mijn vrouw en kinderen dat ik raak kom. Mijn naam is niet zo makkelijk uit te springen in het Engels, maar dat maakt niet uit, snappen dat ik Denai ben. Om dit te doen, heb je Hux nodig. Hux is een custom integratie binnen Home Assistant en daarbinnen kun je weer losse integraties installeren die niet in de standaard winkel van Home Assistant zitten. Wat je dus gaat doen, is je gaat naar integraties binnen Hux. Je zegt explore en download repositories. Je gaat zoeken naar Alexa Media Player. En vervolgens klik je op download. Dan vind je het prima om de allerlaatste versie te downloaden. En als die klaar is, ga je terug naar het hoofdscherm van Hux. En dan zie je dus dat er een restart nodig is om te doen. Om dat te doen, klik je op Navigate. Kom je bij Developer Tools uit. En je klikt op Restart. Restart Home Assistant in zijn geheel. En als die dat heeft gedaan, is de nieuwe Hux integratie beschikbaar. Als Home Assistant volledig opnieuw is opgestart, kun je de mediaspeler gaan toevoegen bij je devices. En dat doe je door te gaan naar Settings, Devices en vervolgens, heeft hij waarschijnlijk niet zelf gevonden, klik je op Add Integration en je zoekt opnieuw naar die Alexa Media Player. Daar klik je op en vervolgens start hij een configuratie wizard. Wat is nou het belangrijkste? Je moet je device gekoppeld hebben met deze integratie. Want jouw apparaat, die heb je geregistreerd onder je Amazon-account. En nu moet je ervoor zorgen dat je plugin, jouw integratie van de media player, met hetzelfde account gelinkt is. Dat doe je door je eigen e-mailadres in te vullen, je wachtwoord. En dan belangrijk, bij het domein moet je niet com pakken, maar co.uk. Want Nederland heeft niet zijn eigen domeinnaam. Dan pak je het URL waarmee die extern beschikbaar is. In dit geval heb ik het interne domein gepakt, want dat is prima hiervoor. En je gaat verder. Vervolgens wil die verifiëren of jij het echt bent. Dat werkt bij Amazon met een two-step verification. Die heb ik al een keer ingesteld zelf. Om dat te doen binnen Amazon, binnen je account, als je ingelogd bent. Als je dan in je account bent, kun je naar login en security.
En binnen login en security kun je dan je two-step verification aanzetten. Wat houdt dat nou in? Nou, eigenlijk niet zoveel meer als dat je een berichtje krijgt op je telefoon met een specifieke code op het moment dat jij die one-time password aanvraagt. En dat is wat die nu in deze stap aan het vragen is. Dus je wacht dat je je berichtje binnen hebt op je telefoon. Vervolgens vul je de code in en je zegt sign in. Dan moet je hem zoals altijd toevoegen aan de kamer. Dus zet hem op de kamer waar je het device hebt staan en klaar. Integratie werkt. Het kan zijn dat dit niet precies werkt omdat je two-step verification niet op orde is. Om dat op orde te krijgen zit hieronder in de description een link naar Mark Watt Tech. Een video van hem waarin hij helemaal uitlegt hoe je stap voor stap jouw Alexa integratie kan doen. Het meeste daarvan komt hier gewoon langs in deze video. Alleen hoe jij in Amazon die two-step verification aanzet, zou je hieronder moeten kunnen zien op 7 minuut 53, waarin die precies laat zien hoe je die verification integreert en hoe je dat in die stap toevoegt. Thanks Mark, en laten we verder gaan. Je ziet nu dat er een device is toegevoegd en binnen die device heb je een media player cadeau gekregen waar je de volume kan instellen, etc. Nou, in dit dashboard dan zie je dus dat daaronder een player is gekomen waar je je media op kan afspelen. Als je nou naar developer tools gaat, kun je dat uittesten. Dus je kan hier een service selecteren. Nou, ik had hier al iets, maar zeg dat ik hier mijn Echo Show, nee, mijn Dot, die staat hier achter, dat ik een notificatie wil sturen naar mijn Echo Dot. Dan selecteer ik hem. Dan zeg ik in de UI mode test Radio 3. Bij data moet ik hem aanvinken dat het van het type text-to-speech is. En als ik nu klik op call service. Test 123. Dit kunnen we vervolgens ook gaan gebruiken in onze automatiseringen. Wat je ziet in je automatiseringen is, ik zal er eentje openen. Ik heb hier een automatisering dat ik thuis kom. Die heb ik net ook laten zien. In dit geval, als er een bepaalde NFC-tag wordt gescand, zet ik het volume. De media player set volume kun je dan aanroepen op je device. Die moet je dan selecteren. Dat doe ik expres omdat ik niet zeker weet hoe mijn volume staat. Want die kun je met de knopjes op je device veranderen. Dus die voer ik uit. Dus ik zet hem hier op 60% van het volume. Vervolgens heb ik hier de notification, zoals ik hem net heb gezegd. Die is coming home. Met text-to-speech. Daarna heb ik het volgende. Namelijk dat hij een muziekje van Spotify speelt. Vet. En niet zomaar eentje. Dat doen we met Play Media integratie. En bij Play Media heb ik een content ID en een content type. Wat je ziet is de content type is een routine met de content ID er niet thuis. Routines, die zal ik even laten zien op mijn telefoon. De routines die kun jij vinden als je naar je homescherm gaat. Zie je hier linksboven routines. En dan heb ik dus een routine aangemaakt, Denis Thuis. Die heet Denis Thuis. Dat is ook die unieke identificatie zoals die net heeft gebruikt. En vervolgens staat hier onderaan Play Denis Thuis on Spotify. Ik heb Spotify gekoppeld naar Amazon toe, naar mijn Alexa toe. En ik heb gewoon een muzieklijstje gemaakt. Die muzieklijst heet Denis Thuis. Dat is dus precies de naam die wij net hebben gebruikt. En daar zit één nummertje in, namelijk de Imperial March. Dus hier zie je hem weer. Denis Thuis on Spotify. Dat is dus de naam van de playlist. De routine heet Denis Thuis met een kleine letter D. Hier bij de Play Media zie je dus de content ID Denis Thuis. Wat dus de naam is van de routine. Oh ja, en als ik nu terug ga naar mijn homescherm en ik ga naar mijn media players, dan zie je dus bij de media players dat die dat nummer aan het spelen is. En vervolgens kan ik hem op pauze zetten, weer playen, ik kan een ander nummer aanzetten of ik kan hem weer compleet uitzetten. Het leuke is dat hij hier ook nog een icoontje inzet van het nummer wat je aan het afspelen bent. Best wel vet, toch? Vind je het leuk zo, Res? Help mij misschien door een duimpje erop te zetten, door commentaar erop te zetten. Dat vindt echt YouTube heel tof en ik dan ook, want dan word ik weer beter gevonden. Subscribe als je nog niet subscribed bent. Help mij heel erg mee. Thanks. En verder. Nou, de volgende stap is om mijn lampen te schakelen op commando. Dus ik zeg
Alexa, turn on umbrella. Cool, toch? Nou, hoe doe je dat? Dus ik heb hier al mijn devices van Home Assistant, maar die kan ik niet standaard gebruiken. Tenzij je dus die Nabucasa heb gebruikt. Nou, heb ik niet. Dus wat ik moet gaan doen is dat gaan integreren via Node-RED. In Node-RED heb ik een bepaalde node geïnstalleerd. Dat is namelijk deze. De Alexa Smart Home V3 node. Deze node groep eigenlijk. Het pakketje kun je installeren door te gaan naar die hamburger. Door te zeggen Manage Palette. En dan zie je hier de Node-RED contrib bla 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 bla. Om die te installeren ga je dus naar Install. Je klikt dat ding en je zegt installeren die handel. Wat je typisch moet doen, is je hebt één node waarin het berichtje binnenkomt. Dus als er gesproken wordt, krijg je dat via deze jongen binnen. En het is alleen niet zo slim dat hij ook die state gelijk zet op de een of andere manier. Dus dan moet je er een state node achteraan zetten, zodat je gelijk die state ook doorgeeft. Dan moet je daarnaast moet je natuurlijk ook je lamp zelf, of wat dan ook trouwens. Maar die moet je ook gaan executeren. Als jij dit ding integreert, dan heb ik hier een account. Dat account moet je aanmaken op de Node-RED Smart Home Control webpagina. Nou, de link ga ik hier onderin zetten. Daar maak je een account aan. En als je eenmaal ingelogd bent, kun je daar devices aanmaken. Die kun je toevoegen door te zeggen add device. De naam is heel belangrijk, want dat is hoe die in Node-RED beschikbaar wordt gesteld. Ik noem hem Wizard. Ik zal in dit geval net doen alsof het een plug is. Dan kan ik jullie namelijk laten zien later wat er gebeurt op het moment. Want deze zit ook achter een plug. Hoe je hem dan toch in Alexa kan laten voorkomen als een lamp. Save. Dan is die erbij gekomen. In Node-RED kun je dan bij je account, omdat je die net hebt aangemaakt, aangeven wat je gebruikersnaam wachtwoord is. De hostnaam. En de hostnaam is dus degene die bij die website hoort. Die moet je gewoon één op één overnemen. Net zoals de API hostname. Deze twee, niet over nadenken, gewoon erin plakken. Username password is wel belangrijk. Dat is degene waar je mee hebt aangemeld. Dus ik selecteer mijn account. Refresh it to boel. En voilà, daar is het. Dus ik gebruik die, ik zeg done. Dan moet die vervolgens, als die wordt gezet, wil ik dat die hier ook weer dezelfde waarde terugbrengt naar die MQTT-service. Ik zeg done en klaar. Vervolgens wil ik dat die dus die kaplamp, zoals ik die noem, gaat triggeren. Dus dan ga ik in dit geval naar de call service van Home Assistant. Er komt hier een on-off package binnen. Dus ik zeg hier op het domein light. Service, turn, en dan wil ik dat hij daar de payload in plakt, oftewel turn on, turn off, enter, in de area daar doet hij niet toe, en dan de device is de kaplamp. Bij datum wil je dit hebben, done, deploy, close. Klaar, nu moet Alexa hem nog leren begrijpen. Eerst moet je ervoor zorgen dat jouw Alexa devices ook aan diezelfde service hangen. Om dat te doen ga je naar More, ga je vervolgens naar Skills en Games, en bij Skills en Games moet je gaan zoeken naar Node-RED zoek, en dan zie je dat hij er een aantal heeft gevonden. In dit geval moeten we hebben de Node-RED Smart Home Control, niet die eerste. Nou, die heb ik dus al geïnstalleerd. Maar wat je dus moet doen is dat ding installeren en dan ga je bij de settings, wat je vanzelf doet, je account linken. En als dat eenmaal is gedaan, dan zal die werken. Om vervolgens te gaan naar je devices, dat doe je door te gaan naar devices. Dan klik je op plus, dan klik je op add device, dan klik jij op other, wifi. Dan zeg je discover devices. En dan laat je hem even naar gang gaan. En als ze het allemaal goed hebben gedaan, dan vindt hij dus die device. Kijk. Nou heeft hij dus een plug gevonden. Dan zeg ik setup device. Nou, dan zeg ik, hij staat in de living room. Nee, ik wil hem niet in die kamer hebben, want ik ga hem daar weer weggooien. Maar normaal gesproken zou je dat doen. Ik zeg skip.
Dan zegt hij, wizard is set up and ready to use. Nou, schitterend. Nu, kan ik dus, als het goed is, dit al doen. Alexa, turn on wizard. Bam, daar is het. Zo makkelijk. Alleen, je ziet hier dat die wizard nog wordt aangegeven als een stopcontact. Als ik hier op klik, ik ga naar de settings, dan kan ik hier in de settings naar het type gaan en dan zeg ik nee, het is geen plug, het is een lamp. Done. Bij mijn devices zou die nu dus moeten staan onder het kopje lights. Et voilà, daar staat hij. Dus, nu is de integratie perfect en nu is het dus ook zo als ik zeg van turn off all lights of turn off lights, dat hij ook deze meeschakelt. En daarom doe je dat typisch. In tegenstelling tot de Nabucasa integratie moet je dus wel elk device wat je met je spraak wil kunnen aansturen via Alexa, moet je gaan toevoegen hier in het overzicht. Dus daarom heb ik hier een hele zwik met dat soort dingen staan. Soms zijn het ook groepen overigens, dan zeg ik gewoon office of TV mode. En dan kan ik daar meerdere lampen achter hangen. In dit overzicht zie je overigens dat ik voorheen met MQTT berichtjes werkte, waar ik nu, en dat zoals ik net heb gedemonstreerd, rechtstreeks met Home Assistant nodes werk. Zoals ik heb gezegd, het was niet een stap voor stap integratie met hoe je de linkjes kan leggen. Ik denk dat jullie er best uitkomen en anders staan de linkjes hieronder. Zijn er nog vragen, stel ze gerust. Hebben jullie nog op een aanmerking of ideeën voor toekomstige video's? Ik hoor het graag. En dan zie ik jullie graag voor een volgende keer. Later!